Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En zoals jullie zien zit ik vandaag in een hele andere opstelling dan normaal. En ik zit hier ook niet alleen. Ik ben hier namelijk met Denise. Hallo. En met Frederike. Hoi. En ik denk dat jullie ze wel kennen. Ze zijn wel vaker in mijn video's voorgekomen. Maar Denise en ik die zijn dit weekend bij Frederike in ander deel van Nederland. maar we gaan vandaag weer een challenge doen. En het is best wel heel erg lang geleden dat we een challenge gedaan hebben. Tenminste, sowieso op mijn YouTube-kanaal wel heel lang geen challenge gedaan. Maar we gaan vandaag iets heel erg leuks doen. We hebben hier blaadjes voor ons liggen. En daar staat op feit. Voor zover het zichtbaar is, zeg maar. En fabel. En op de andere kant. Denise heeft het netjes gedaan. Maar hij heeft het even snel gedaan. Maar we gaan dus de challenge doen. Feit of fabel. En ik krijg van mijn vader ondertussen op mijn telefoon, zeg maar, krijg ik dan een zin. Een soort van stellingachtig iets. En dan moeten wij zeggen of het een feit of een fabel is. En daarna krijgt al van mijn vader het antwoord toegestuurd. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel jullie van paarden af weten. Want het zijn natuurlijk paardgerelateerde vragen. En of ik genoeg weet. Maar we gaan het zien. En de verliezer die moet wat doen, maar we weten nog niet wat. Dus dan moeten we nog even gaan bedenken. Als je het leuk vindt, kun je ook meedoen in de reacties. Door daar te reageren, voordat jullie het antwoord krijgen. En dan kijken hoeveel jullie er goed hebben. Laat het ook even weten in de reacties. Maar laten we nu snel gaan beginnen. Oké, ik heb zojuist de eerste van mijn vader gekregen en ik ga hem nu voorlezen. Of een paard mager is, kan je zien aan de ribben. Wanneer je de ribben ziet van een paard, is een paard te mager. Feit. Ik denk ook feit. Oké, waarom denken jullie feit? Ik denk ook feit trouwens. Nou, als hij te dun is, je hoort wel te kunnen voelen, maar niet te zien. En als je ze ziet, dan is het te dun. Ja, dat is inderdaad ook zo. Je moet ze de ribben kunnen voelen aan de zijkant, maar niet kunnen zien. Volgens mij is dat het. Dus ik ga nu het antwoord aan mijn vader vragen. En als we het allemaal goed hebben, we hebben allemaal feiten, dus dan hebben we allemaal een punt. Oké, ik heb het antwoord van mijn vader gekregen en mijn vader zegt dat het een fabel is. En ik dacht eerst, een fabel. Mijn vader heeft onderzoek naar gedaan voordat hij al die dingen heeft gemaakt. Maar wat mijn vader vertelde is dat als een paard, dat wij eigenlijk, omdat we in Nederland, in een best wel welvarend land leven, dat wij paarden al snel wat als gezond zien. Terwijl ze eigenlijk ietsjes aan de dikkere kant zijn. En misschien dat ook wel mooier vinden als ze wat voller zijn. Ik vind het mooier als een paard wat voller is dan dat je zijn ribben ziet. Maar een ideaal paard zou je in hele lichte vorm iets de ribben zien, zei mijn vader. Dus het is dus geen feit, maar een fabel. Dus we hebben allemaal 0 punten. Maar het verschilt natuurlijk wel per paard. En als je heel erg de ribben ziet, dan is een paard wel te mager. Dus niet nu hele gekke dingen denken. Oké, nummer 2. Als een paard zijn vacht opzet, heeft hij het koud en moet hij een deken om. Huh? Wat? Nog een keer? Als een paard zijn vacht opzet, dus zijn haar omhoog. Ja. Dan heeft hij het koud en moet hij een deken om. Deze vind ik heel moeilijk. Ik ook. Ik denk toch dat het een fabel is. Ik denk feit. Ik ga ook voor feit, denk ik. Want ik denk dat het een instinct is dat je denkt, wow, dat is niet zo. Maar ik ga ook voor feit. We gaan het zien. Maar ik vind het een beetje lastig om te verklaren waarom eigenlijk. Ja, ik ook. We gaan het zo horen. Oké, Frederik had het als enige goed. Zij zei dat het een fabel was. Ik heb net het antwoord gekregen. Maar een paard doet dat om zijn temperatuur zelf te reguleren. Zeg je dat zo goed? Ja. als het ik zal het even snel uitleggen. Als een paard dus het koud heeft, dan zet hij zijn vacht iets omhoog. Zodat er meer lucht tussen zijn vacht komt die isoleert, waardoor het paard warmer blijft. En als het wat warmer buiten is, dan worden die haren weer plat. Dus een paard die regelt op die manier zelfs zijn temperatuur, zonder dat hij dus eigenlijk een deken nodig heeft. Dus het is helemaal geen teken van geef me een deken. Oké, nummer 3. Het staat trouwens nu 1-0-0. Oké, de volgende is: hoefbevangenheid wordt veroorzaakt door eiwitten in het voorjaarsgras. Feit. Dat is een fabel. Ik win. Ik zeg dat het een fabel is. Volgens mij is het een feit. Nou, ik weet. Nu mag het niet meer veranderen. Nee. Als paarden in het voorjaar die zijn gevoeliger voor hoefbevangenheid. Klopt, maar dat komt omdat er meer suikers in het gras zitten en niet omdat er meer eiwitten. Oké, dat is heel stom. Volgens mij nu zo meteen fout heb. Nee, maar Mo is natuurlijk gevoelig voor hoefbevangenheid, dus ik heb wel het een en ander onderzoek ernaar gedaan, Maar volgens mij is het suikers.
Maar we gaan het zien. Ja. Oké, nou ik heb het antwoord en ik heb dus goed. Zeg maar, dus het staat nu 1-1-0. Maar ik zal even heel snel de uitleg geven. Mijn vader die stuurt dit. Dat het een fabeltje is en dat dit echt al lang de wereld uitgeholpen moet worden. Ik heb namelijk ook heel erg lang gedacht dat het aan eiwitten lag. Omdat ik het overal gehoord heb. Maar het ligt dus wel aan de suikers, vooral aan het fructaan. Ja, dat is een soort van suiker, zeg maar. Die in het gras zit, waardoor... Oké, ik zal het even voorlezen. Vooral hoog op wanneer de temperatuur laag is, terwijl er veel zonneschijn is, dus in het voorjaar, zeg maar. Maar ja, het ligt dus aan die fructaangehalte dat ze gevoeliger zijn voor hoefbevangenheid, zeg maar, of het kunnen krijgen. Daarom moet je ze in het voorjaar niet te lang in één keer op het land zetten. Is jullie al wat fout? Ja. Maar ja, nu weten jullie het wel voor altijd. Ja. Oh, we gaan gelijk naar de volgende, want die heb ik ook. Een paard hoort 's nachts op stal te staan. Dat is een fabel. In het wild staan ze ook buiten. Dat is een fabel. Oké, okay, ja, deze hadden we allemaal goed. Fabel, ik denk dat we ook al verwacht hadden dat dit wel een fabel was. Dat we die wel goed hadden. Maar paarden die schijnen geen waak- en slaapritme te hebben. Dus ze hebben geen verschil tussen dag en nacht. Paarden schijnen zeg maar geen waak- of slaapritme te hebben. Ze kunnen gewoon elk moment van de dag slapen of... op zijn, zeg maar. En ze zijn geen wol- of nestdieren en staan het liefst op de open vlakte. En wij mensen, ja, zetten ze natuurlijk 's nachts op stal. Misschien dat ze daardoor wel iets in ritme krijgen, zeg maar, die paarden van ons. Maar officieel hebben ze het niet nodig om 's nachts op stal te staan. We gaan gelijk naar de volgende, trouwens. je moet altijd via de linkerkant van je paard opstijgen. Fabel. Ja, dat is gewoon iets wat er gewoon in ge... Ja. Wat er vanaf het begin... is dat, ik denk dat dat gewoon... Ja, maar dat komt door de ridders. Want vroeger hadden ridders een zwaard aan de linkerkant. En dan kon je dus niet rechtsop stijgen. Dus ze moesten links. Ja, maar het wordt natuurlijk... Maar dat is ingebleven. Oh, echt. Oh, grappig, dat wist ik niet. Maar dat is denk ik... ja, vanaf het begin wordt dat op een manege vaak al gezegd van... We stappen links om op. Maar volgens mij is ook niet echt heel goed voor de rug om altijd linksom. Nee, wisselen is juist beter. Ja, ook een krukje. Maar ja, ik kan niet goed de andere kant, omdat ik zo gewend ben. Ja, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Stijf wel. Oké, we gaan het antwoord zien. Oké, het verhaal dat Denise vertelde over dat zwaard, zeg maar, dat klopt helemaal. Het is dus sowieso een fabel. En op de manege wordt dat dus gewoon, zeg maar, aangeleerd om aan de linkerkant op te stappen. En het is helemaal niet verkeerd om af en toe af te wisselen. En wat ook nog eens gebeurt, is als je continu in één kant opstapt, dat je ene beugelriem iets uittrekt. Maar ja, die kun je ook weer wisselen. Dat doe ik wel altijd. Ik wissel ze altijd per half jaar een keertje om, zeg maar. Maar ja, dit is dus echt een diehard fabel. Ja. Oké, next. Ik heb 1 punt. Of 2. Oh, wij hebben er nu... 3. Want wij hebben... Nee. Wel. Jij hebt er 2 en wij hebben er 3. Oh, ja. Ja, dus 3-3-2. Oké, next. Als je een bezweet paard zonder deken buiten zet, dan wordt hij ziek. Hmm. Dit vind ik een lastige. Ja, want het hoeft niet per se, maar ik ga toch een feit zeggen. Fabel. Ik ga ook voor fabel. Ik denk het wel, omdat als een paard zeg maar hard gewerkt hebt en je zet hem dan buiten en het is dan koud buiten. Het hangt vanaf wat voor. Ja, ik denk dat het niet per definitie is. Dus daarom vraag het hoeft dat niet, het kan. Maar ik de kans is wel groter dat ze een regel is. Net als ze buiten staan, dat ze eigenlijk niet per se een deken op hoeft te hebben. Nee. Maar ja. Maar als het geregend heeft, dan worden paarden ook niet per definitie verkouden. Nee, oké, maar als ze warm zijn en gezweet hebben, dan in één keer afkoelen. Ja, maar ja, stel ze hebben gerend in de regen. Ja, oké. Nee, we gaan het zien. Oké, Denise en Frederik hadden het goed. Dus het is nu 4-3-3, zeg maar. Maar dit is zeg maar wat mensen die denken dat het zo werkt. Alleen, daar komt dat bij mensen zelf is het wel zo. Maar bij paarden niet, omdat ze dus een vacht hebben en zelf die temperatuur kunnen regelen. En afkoeling via hun huid en zo. Dus je kunt een nat paard gerust buiten zetten zonder dat hij ziek wordt. Maar een paard moet wel goed uitgestapt zijn. Dus je kan hem niet zeg maar vanuit volle galop in één keer stilzetten. Nee, maar dat is ook logisch. Ja, en de vacht vlak op zijn huid moet weer droog zijn, zeg maar. Dus niet, hij moet niet zeiknat zijn, denk ik. Zoiets is het. Maar ja, jullie hadden dus gelijk. Yes. Als je gaat rijden zonder een cap op, ben je niet verzekerd. Oh, dat denk ik bij. Feit. Ik denk ook een feit, maar
Ik denk dat sowieso op meneesjes dat je daar maar voor een meneesje zelf verzekerd is. Maar ik weet niet of jij, als je zelf gaat rijden, zeg maar, aan huis of zo, of je dan verplicht een cap op moet om verzekerd te zijn. Ik denk het wel. Want als jij, er is voor een reden dat je met een cap moet rijden. Ja, en ik bedoel, ik ga het antwoord vragen ondertussen. Ja, maar, nou anders dan is het eigen risico, denk ik. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat het ook andersom het eigen risico was. Ja. Maar het is weer lastig. Maar we hoeven ook niet te fietsen met een helm. Nee, maar ja. Ja, maar dat is anders. Oké. Okay. Ja, weet niet. En, oh, dit is een fabel. Oh. Het is dus een fabel. Sowieso is het super goed helm altijd een cap op te hebben. Doe alsjeblieft altijd een cap op voor jezelf. Dat is wel heel belangrijk. Maar verzekerd tegen letselschade ben je namelijk altijd. Oké, maar ja, het is nog dom als je geen cap op hebt. Oh, ja, maar het is zelfs als je, zeg maar, met drank op achter het stuur gaat zitten, geen gordels draagt en vervolgens tegen een boom aanrijdt, dan ben je ook nog verzekerd. Zijn dus verbeterpuntjes? Ja. Dus doe het vooral niet na, jongens. Nee, doe het niet na. Ga niet toen rijden. En het is hetzelfde voorbeeld als dat je bijvoorbeeld rookt en dan longkanker krijgt, zegt mijn vader. Dan zeggen ze ook niet eigen schuld, dikke bult. Dan ben je ook gewoon verzekerd, zeg maar. Zo werkt het in Nederland niet, want het valt onder ziektekostenverzekering. Nou, dat is allemaal veel te moeilijk. We gaan gewoon door naar de volgende. Oké, okay, next one. Dit is nummer 8. Ik denk dat we er 10 gaan doen. Ik moet even kijken. Maar geef paarden geen appels of wortels, want hierin zitten te veel suikers. Ik denk dat dit een fabel is. Ik denk ook een fabel. Oh. Waarom denk je dat het een feit is? Nou, je moet sowieso nergens wat te veel geven. En daar zitten veel suikers in. Fructose, nee, maar in wortels niet, toch? In wortels bestaan toch volgens mij uit 70% water of zo? Of? Ja, dat kan. Nog natuurlijke suikers zitten er altijd ja, in. Ja, oké. Okay. Dus maar ja, ik denk dat dit weer zo'n twijfelgevalletje is. Ja, ik ga toch voor fabel deze keer. Ik ook. Want dat je niet te veel snoepjes en zo mag geven, dat weet ik. Maar ja, je moet natuurlijk nergens te veel van geven. Maar wat is te veel? Oké, okay. Nou, we gaan het zien wat het antwoord hierop is. Ik zal het even snel vragen. Het is lekker makkelijk, want ik ben dus niet thuis, zeg maar. Mijn vader die heeft thuis die antwoorden voorbereid, dus die moet het allemaal naar me toe sturen via de app. Ik heb het antwoord. Wortels en appels bestaan voor 90% uit water zelfs. Wow. Er zit maar een klein deel aan suikers in. Paarden krijgen suikers voornamelijk binnen via het gras. In iedere 10 kilo hooi die wordt gegeten zit ongeveer 1 kilo suiker. Je mag, dat is echt veel. Je mag je paard dus gewoon af en toe een wortel of een appel geven zonder dat hij daar te veel suikers voor binnenkrijgt. Ja, maar dat is af en toe. We hadden het over te veel. Ja, nee, maar je mag hem gewoon geven, zeg maar. Af en toe? Ja. Ja. Nee, ja. Ja. Jongens, laat even onderin weten wat jullie ervan vinden. Ja, geef paarden geen... Maar ja, wat is te veel inderdaad? Net als we net zeiden, wat is te veel? Niet te veel appels en wortels. Geef paarden geen... Ja, oké, okay, maar dan... Ja. Maar niet te, dat was niet de vraag. Niet te veel 10 appels. Ja, maar dat er te veel suiker in zit om er echt meerdere te geven, zeg maar. Ja, maar het is uiteindelijk een feit of een fabel? Een fabel. Een fabel. Dus wij hebben een punt. Ja. Dus ik ga een hoger beroep. Oké. Okay. Ja. Er staat dus 5-4-4. Ja. 9. Laat een verhit paard nooit drinken zoveel hij wil en geef hem nooit koud water. Ik denk dat dat een feit is. Ik denk dat het ook een feit is. Ja, ik geef wel, ik geef nooit mijn paarden ijskoud water om te drinken, maar ik doe wel altijd na concours, zeg maar, als het heet is geweest en ik heb dan gereden. We hebben altijd een emmer of een jerrycan met water mee, zeg maar, voor ze. En dan kijk ik altijd of ze zelf willen drinken, maar we verplichten ze niet. Dat kan ook niet, maar... Nou, volgens mij is het ook dat ze het niet te veel in één keer mogen drinken. Dus dat doen we ook niet. Maar meestal willen mijn paarden ook niet direct na het rijden drinken. Ze willen eigenlijk altijd pas als ze thuis komen, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat dit, wat had ik gezegd? Dat het een feit is. Oké, nou het is dus een fabel. Het paard moet direct kunnen drinken zoveel hij wil om zijn vochttekort aan te kunnen vullen. Verhitte paarden drinken dan 9 tot ruim 20 liter water. Een paard van 600 kilo... Heeft in rust 20 liter water nodig. Maar in zware arbeid of hoge temperaturen kan het wel oplopen tot 50 liter water per dag. Een paard kan wat... Door zeg maar gras te eten wel behoorlijk wat vocht te binnenkrijgen. Maar... Ja, het is zeg maar wel gewoon belangrijk dat een paard water kan krijgen. En dat hij die tekorten kan aanvullen.
Maar het lijkt me niet dat ze ijskoud. Nee, ja, dat heeft mijn vader niet bijgezet, maar... Ik ga het even vragen wat hij van dat ijskoude water, maar... Oké. Okay. Oh, maar het maakt geen verschil voor de... Nee, het maakt geen verschil voor de punten. Oké, okay, nou. Ik denk niet dat je een paard heel koud water moet geven. Ik denk gewoon een beetje normaal, zeg maar. Niet, ook niet warm, maar gewoon lauw. Oké, okay, en dan de laatste. Het staat dus nog steeds 5-4-4. Dus Frederike moet deze fout helemaal op een gelijke stand komen. Paarden met een roze neus lopen gevaar op deze te verbranden in de zon. Feit. Ja, volgens mij is dit wel echt zo. Ik heb het wel vaak gezien ook van de KNS dat ze dit zeg maar, zeker nu met die afgelopen hittegolf, dat ze zeggen van smeer die neus in want het kan verbranden. En ik heb ook wel eens foto's gezien, ja, denk ik. Ik heb het ook wel eens gezien. Dus ik denk dat dit een... Echt? Ja. Nou, dat is gewoon wit of roze, dat verbrandt gewoon veel sneller. Ja, ja, ik smeer bij Kruimel, die heeft zeg maar zo'n wit vlekje op zijn lip. En die smeer ik wel eens in als hij zeg maar met zijn kopje in de zon staat. Ik ga het antwoord vragen. Ik denk dat Frederik hem gaat winnen. Die heeft hem sowieso al gewonnen, of het nou goed of fout is. Ja. Oké, okay, hier is het antwoord. Dit is een feit. Smeer de roze delen in met zonnebrand. Nou ja, we hebben het net al uitgelegd. Ja. Waarom dat is. Dus dan is de eindstand geworden 5-4-4. Nee. Nee, ja wel. Nee, 5. 6-5-5. Ja. Van de 10 maar 5 goed. Ik vind dat ik er 6 goed had. Nee. Maar dat is de ene vraag. Maar goed, dat ben ik. Ja. Ja, kunnen jullie nog wel even over discussiëren. Ja, niet op camera. Maar moeten de verliezers nu nog wat doen of niet? Ja, maar wat? Hey, jij hebt er echt van. Ja. Het is wel leuk, maar... Bedenk maar even, kom zo terug. Oké, nou, omdat Frederike gewonnen heeft, mag zij dus 2 opdrachten, zeg maar, dingen weggeven. Dus aan de verliezers, dus ja. Nou, Destiny moet de grootste paardenblooper vertellen. Oké, nou, ik heb eigenlijk wel 2 dingen, denk ik. Ik heb zeg maar 1 keertje toen ik nog wat kleiner was. Daar is ook een filmpje van, die heeft heel lang op YouTube gestaan van mijn vader, zeg maar. Die staat er nu niet meer op, geloof ik. Maar dat ik op mijn verzorgpony Naughty, daar heb ik wel eens over gehad, een achteroverkoprol eraf gemaakt. Die was zo braaf, ik kon daar echt alles mee doen, zeg maar. En dan ging ik zo achteroverkoprol van het zadel zo af. En toen was ik een liedje van Kinderen voor Kinderen aan het zingen van hallo wereld. En dan maakte ik achteroverkoprol, alleen ik land op mijn voeten en achter me stond een plas. Alleen ik viel dus zeg maar achterover zo met mijn kont in die plas. Dus dat is heel fijn. En mijn andere blooper. Ik ga laatst een keertje springen met mijn zusje. En toen zei mijn zusje, ja, ik begrijp niet hoe ik die lijn moet rijden. En toen ging ik hem dus voordoen. Door zelf, zeg maar, niet op het paard, maar gewoon om te rennen. En ik dacht, oh, ik spring wel even over die hindernis heen. Die was echt maar 40 centimeter of zo. En ik blijf vol met mijn benen achter die balk hangen. En ik ga zo, woep, zo. Maar ja, dat is lekker aan een huis wonen. Dan ziet niemand het. Paard aan huis, dan ziet niemand het. Oké. Okay. En Denise, jij moest van het alfabet bij iedere letter een paar namen opnoemen die je kent. Okay. Ja, hebben jullie dat gehoord? Dus Denise die gaat bij elke letter een paar namen opnoemen van een paard die ze kent. Kijken hoe ver ze komt. Oké. Okay. A. Abby. B. Ben Hur. C. Kiara. D. Diva. E. Elif. F. Wie heeft een F in? Nafloka. G. Jeetje, nu moet ik even nadenken. Wie heeft ook weer een G? Is het heel erg? Je had toch ook iets van Geribos of zo? Oh ja, Geribos. H. Oh, ik kom minder verder dan ik dacht. Maar we hebben wel een. Herma. Ja, of Hafje. Hafje, ja. Dat ik wilde gewoon zoveel mogelijk van de manege. Dat is allemaal. Een nee, dat hoeft niet. Ja, maar dat is wel grappig. Oké, okay, gewoon door. I is, It's a Dream ken ik. J, Jasper. Of Jumla. Ja, dat wow, daar heb ik niet eens genomen. Dat is een lievelingspaard. K, Kendall. Kruimel. Kruimel. Kom al. En Ivy. L is voor L Landy. En meneer de Mick of Moira. En Nex. O, oké. Okay. Wat komt er nou over? Heet een paard P. Echt oké?
Ja. Wat gaat. P voor Puk. Q voor Quincy. R voor Raski. S voor Safra. T voor Twiggy. TU voor Yuta. V voor Farouz. W voor Westie. X voor Xemer. I voor Yuri. En Z voor Zoef. Dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de reacties weten hoeveel jullie er goed hadden. Ik heb wel het idee dat ik een aantal stomme fouten gemaakt heb die ik eigenlijk wel had moeten weten. Maar ja, gefeliciteerd met Rikke. Ja, het is gewonnen. Dankjewel. Terwijl, hoe lang heb je al niet paard gereden? Ja, de laatste keer was bij jou. Daarvoor had ik echt al, denk ik, een half jaar niet meer gereden of zo. Drie kwartier. Dan heb je het netjes gedaan. Oké, ja, dit was dus de video. Geef eventjes een duimpje omhoog als jullie challenges leuk vinden en vaker willen zien. En wil je nog mijn vorige video's zien, check dan even deze video of de afspeellijst. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. Doei! Doei!